Jullie zijn niet goed! Jullie zijn hulpeloos! Volgende keer zit jij misschien in die rioolput. Tenzij... Tenzij wat? Tenzij jullie meer als ik zijn. Tenzij jullie helden zijn. Maar meneer Valk, hoe kan ik een held worden? Blij dat u dat vraagt, mevrouw. Vraag jezelf af, wat maakt je een held? Zijn het de coole gadgets? Een stijlvol thema-kostuum? Een cape? Maakt dat je tot een held? Natuurlijk niet. Het is de moed van binnen. Fout. Al deze dingen maken een held van je. Zelfs van jou. Maar als ik nou bang ben? Koop gewoon een coole gadget. Zoals een vliegende atoomauto. Kan ik een held zijn als ik elke keer pech heb? Au, palen. Nu schiet mijn arm weer uit de kom. Natuurlijk kan dat. Koop voor jezelf een sterk beschermend thema-kostuum. Maar wat als ik het koud krijg en een dekentje wil? Instant deken. Maar waar kun je al die gave gadgets en kostuums kopen? Bij mijn merchandise-kraam. Kijk, daar staat hij. Nou, ik moet er maar weer eens vandoor, want vanaf morgen hebben jullie heel wat meer helden hier in Jellystone. Een nieuwe dag voor gerechtigheid. Welke misdaad kan ik vandaag succesvol bestraffen? Huh? Stop je vervuiling, jij schurk! Hallo daar, mijn onbekende held. Heb je hulp nodig? De vogelprins behoeft geen hulp. Wacht, wacht! Een kat, vast in een boom. Geen probleem, Melkenbon. Ladderman heeft de bal gered. Oké, wij gaan nu je kat opeten. Wauw, er zijn zoveel helden waar je ook kijkt. Cool, ja, het is gaaf. Ze zijn overal. En jij dacht mij te verslaan, Super Yogi? Maar ik ben veel te cool. Oh, daar ben je, Super Yogi. Hey, hallo, het live-experiment. Moet je deze zien? Ik heb deze buisjes met verschillende browsers gevuld die me superkracht kunnen geven. Dan stop ik het schurk zijn voorgoed. Oh. Hey, stop. Dief, want ik ben het, de harnasburgemeester. Ik verkocht de graanvoorraad van het dorp om dit harnas te kopen en de vrede te bewaren. Maar ik kan niet bewegen. Ik toverde mijn rechterarm tot heel lang voor mega misdaadbestrijding. Weet je, ik deed het zo goed dat ik mijn magie vernietigde op dat ik altijd zo zal blijven. Die zal ik redden! Stop met stelen, meneer. Of ik, de simpele zeeman, neem je mee naar mijn boot. Ongeveer een half uur lopen naar de pier. Dus als u nu mee wilt gaan, ongeveer een half uur lopen naar de pier... Waar mijn boot klaar ligt om te zorgen. We moeten richting de pier en... 30 minuten die kant op? Ach, waarom niet? Het is richting huis. Ik wil nog steeds mensen helpen. Maar iedereen is nu zo'n held dat El Cabong niet nodig is. Als El Cabong niet nodig is, wat dan wel? Help! Help! Kan iemand een loodgieter sturen? Ik weet het. Ik word... een loodgieter! Hoe gaat het, meneer loodgieter? Nou, er zat een autostuurklem in uw pijpleiding. Maar gelukkig voor u kon ik het weghalen. Een loodgieter zijn is zo cool. Er is niks meer waardoor ik ooit nog weer El Cabong zou willen zijn. Helemaal niks. Wacht, wat is dat voor gerommel? Is dat niet één van de afgesloten loodgieters? Vieze slijm en het gesloten riool creëerde een gigantisch slijmmonster. Dat nu het gehele dorp bedreigt. Wat moet ik doen? Niemand meldt zich om een held te zijn. Ik wou dat ik kon helpen, maar ja, ik ben nu loodgieter. Ik weet wat ik moet doen. Mijn kleine krijgers die ik train om misdaad te bestrijden, we moeten hier wegwezen. El Cabong is terug. Het is gedaan, slijmbal. Het is kleverig, net als gelei.